We zijn vandaag begonnen met de 10e beroepenwedstrijd van praktijkopleiding bouw samen met alle VMBO-scholen in Friesland. Wij zijn een samenwerkingsverband en wij leiden jonge lui op voor het beroep van timmer en metselen. 4 dagen werk en 1 dag in school. Ja, en de VMBO-scholen zijn eigenlijk onze kweekvijver. Alle goede leerlingen van de VMBO-scholen komen via het samenwerkingsverband van de bouwwereld in. Wat kun je precies met deze wedstrijd bereiken? Nou, met deze wedstrijd bereik je eigenlijk niet zoveel. Ja, je wordt de beste timmerleerling en de beste metselaar. Je krijgt de gouden troffel en de gouden hamer krijg je hier. En de 2 beste metselleerlingen die mogen doordoen met de landelijke wedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Baksteenindustrie. Maar eigenlijk de doelstelling van de beroepenwedstrijd is zeg maar om de opleidingen in de bouw, om die in het zonnetje te zetten, om daar reclame voor te maken. En te laten zien dat je door hele goede samenwerking tussen de praktijkopleiding bouw en de VMBO-scholen heel veel leerlingen kunt opleiden. We hebben elk jaar is er een nieuw ontwerp en dat is best ingewikkeld omdat na 10 jaar heb je bijna alle ontwerpen al wel gehad. Maar ik moet zeggen, we hebben dit jaar weer een heel bijzonder ontwerp gekregen. Dat wordt gemaakt door zeg maar, de instructeurs en coördinatoren van praktijkopleiding bouw. Die zijn daar maanden mee bezig om iets te bedenken. Want het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je ook iets maakt wat qua tijd, dat het precies past in die 2 dagen. En dat het ook niet te makkelijk is, maar het moet ook weer niet te moeilijk zijn. Dus dat is best ingewikkeld. Wat heel kenmerkend is het vele zaagwerk in deze opdracht. Er moet heel veel gezaagd worden. En natuurlijk de nauwkeurigheid, de maatvoering, dat zit in elk werkstuk wel, maar dit werkstuk. Er valt zich net als heel veel dingen moeten zagen, meten en opsluiten. Dat is de moeilijkste. Maar het niveau is toch ongeveer landelijk wel hetzelfde. Je hebt natuurlijk een diversiteit aan werkstukken en aan opdrachten, ook aan moeilijkheidsgraden. Maar als ik dit zie voor derde en vierde jaar leerlingen van het VMBO bouwtimmer, en als we zien naar de omvang van bouwtimmer wat ze hebben gehad op de school, is dit niveau hoog voor deze doelgroep. Ja, het is een andere opdracht als dat je op school moet maken, maar het is nog best wel haalbaar om te maken. Ik had eerlijk gezegd het moeilijker verwacht. Ja, best wel moeilijk. Wow, wel redelijk moeilijk. Ik vind het leuk opdracht niet te doen. En de moeilijkheidsgraad zit er dus nu in deze fase van de dag zit aan te komen. Het opsluiten van de verbindingen en het construeren van de hele constructie. De moeilijkheidsgraad ontstaat nu. Dus als ze hier doorheen komen, dan zullen ze het best goed volbrengen. Het niveau is gemiddeld wel goed ten opzichte van wat de jongens dus op school nog meekrijgen van de mensen. Nou, dat is in principe veel te weinig. Nou, de beoordeling die gaat dus door 4 juryleden en die punten worden bij elkaar opgeteld, maar wij gaan dus op metseltechniek, regelmaat van de voeg, beroepsuitstraling van de werkplek, bijzonder metselwerk, vlak en strak werken en vol en zat werken. Dat is 2, 4, 6 punten. En daar zitten dan weer 5 onderdelen in, dat is 5% is 30 punten. Worden de werkstukken met de jongeren op beoordeeld en dat wordt door op een bepaald moment allemaal gemiddeld cijfer uitgehaald. En daar komt de winnaar uit. Dit is afgeleid van het landelijk werkstuk. Dit werkstukje. En het is in principe een rugleuning van een zitelement. Maar het moeilijkste is dus, ze hebben heel weinig mensen. En dan is er toch iets van vlakwerk, het kapwerk. We hebben te weinig onderricht in. Daardoor is het voor hen toch vrij moeilijk. We'll be right back.
sneed een brood en een thermos kan mijn koffie. Heel de dag te sjouwen in mijn werkmansloffie. Uur of negen krijg ik van de honger in de kop. En vrij snel al die 14 boterhammen op. Maar we moeten toch nog zeker tot een uur of vier. Dus we nemen nog maar een extra flesje bier. We zijn de jongens van de bouw. En we lussen ze rauw. Van de damp of uit de fles. Soms wel vijf of soms wel zes. Wij hebben altijd dorst. Met bier worden hier geborst. Ja, de jongens van de bouw. En die kijken niet zo nauw. Nou, dus schaft gaan we verder met de werkzaamheden. En vliegen 100 keer zo van boven naar beneden. Stal de metselen, stukken en stenen op de tassen. En voor slecht weer hebben wij speciale deurwerkjassen. Ondertussen zien we af en toe een mooie vrouwen lopen. Die fluiten wij dan al en het is dus niet te hopen. De moeder, de vrouw was hier zo bezig, ziek. Anders schiet ze ons thuis, zo lekker ze vergiet. Om een uur of vier is het wel weer welletjes geweest. En stappen het gerei in een gereedschapskist. Tot slot gaan we lekker in het café met z'n allen. Een uurtje of wat, aan de tap zitten kwallen. We zijn de jongens van de bouw. En we lussen ze wel gauw. Ja, de jongens van de bouw, en die kijken niet zo nauw. We zijn de jongens van de bouw, en we lussen ze wel gauw. Van de damp of uit de fles, soms wel vijf of soms wel zes. Wij hebben altijd dorst, met bier wordt niet gemorst. Ja, de jongens van de bouw, en die kijken niet zo nauw. Hey Sjoerd, hoi. Het is al 2:30. Je hebt nog een uur de tijd. Denk je dat je het gaat redden? Ja, ik denk het wel. Ja? Een paar kleine dingetjes doen. Dan is het klaar. Halen? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Bijna klaar? Ja, alleen is de plaat er nog weer opzetten. Ja. Tuurlijk. Altijd. Jawel, ik hoef nu alleen het dak nog erop te maken. Dus dat is wel gewoon. Veel anderen hebben het dak er al op zitten. Ja, maar dat maakt mij nog niet zoveel uit. Nee, je trekt je niks van aan en gaat gewoon je eigen gang. Het is 3:30 geworden. Wij sluiten de 10e beroepenwedstrijd van 2009. Had je verwacht? Nee. Nee? Omdat ik had best wel veel fouten. Dat had ik niet verwacht. Je bent wel blij mee. Ja.
Hoe voel je je? Ja, goed. Super, ja. Had je van tevoren zien aankomen? Helemaal niet. Ik heb een week geoefend met metselen, maar dat was alles.